Er was eens. Zo beginnen de meeste sprookjes op mooie verhaaltjes, meestal met een goed eind. Het verhaal van RFC, de voormalige amateurclub in Rotterdam, is ook mooi, maar heeft geen goed eind. Op 4 mei 1904 werd de club onder de naam Rotterdamse Voetbalclub opgericht. Het speelde, na enige omzwervingen, vanaf 1923 aan de Essenburgsingel. De clubkleuren waren uiteraard de kleuren van de stad Rotterdam. Groen, wit, groen. De club heeft een reeks van jaren gespeeld op het hoogste niveau. Dat was toen de eerste klasse. Aan de Essenburgsingel stond dus het stadionnetje van RFC. Lekker knus, met uitstraling van een stadion van de grote profclub. Waar menig voetbalclub van tegenwoordig jaloers op kan zijn. Jarenlang speelde RFC dus in de eerste klasse. Maar degradeerde na het seizoen 1947-1948 naar de tweede klasse. Na de invoering van het betaalde voetbal speelde RFC weer op het hoogste amateurniveau, eerste klasse zondag. In 1956 werd het klassekampioenschap binnengesleept. Daarna zakte de club terug naar de derde klasse. In de jaren 90 werden de resultaten steeds minder en zakte men verder af. De bekendste bestuurder van de club was toch wel Leendert Anthony, kortweg Leen, van der Wal. Vanaf de oprichting is hij 45 jaar actief geweest als bestuurder, waarvan hij 25 jaar de voorzittershamer hanteerde. Bovendien kon hij heel goed voetballen. Maar liefst 19 jaar heeft hij in het eerste elftal gespeeld. In het stadionnetje waren alle noodzakelijke zaken aanwezig. Kantine, toiletten, kleedlokalen, bestuurskamer, dokterskamer en ja, een speciale plaats om fietsen te stallen. Binnen de hekken kon dat. Veel bekende spelers hebben in het groen-wit van RFC gespeeld. David Rock, international tussen 1935 en 1940 speelde er. Henk Vrezer, de huidige trainer van Sparta, was er junior. Verder ook nog Ok Vormenooi, Lou Benninghoff en voormalig voorzitter en erelid van Sparta, Floris Bauer. Het grootste succes van RFC was toch wel het bereiken van de finale van de NVB-beker, de voorloper van de KNVB-beker. In de finale werd echter met 2-1 verloren van VV Schoten. In 1944 werd de zilveren bal gewonnen. De zilveren bal was in de eerste helft van de 20e eeuw een voetbaltoernooi dat jaarlijks voorafgaand aan elk seizoen in Rotterdam werd gehouden. Met maar liefst 5-2 met Sportclub Enschede van de mat geveegd. RFC werd trouwens ook wel de hoedenclub genoemd. Van voorzitter tot terreinknecht, met stoor inderdaad, allemaal droegen ze een hoed. Alles en iedereen met een groen-wit-groen hart had het de hele dag maar over één onderwerp, RFC. Toch ging het eind jaren 90 helaas bergafwaarts met RFC. De financiën waren door omstandigheden niet meer geheel op orde en toereikend. Door middel van een fusie probeerde men een faillissement te voorkomen. Al is ons clubje nog zo klein, geen nederlaag geleden,
Wij zitten niet verslagen neer bij een nederlaag of zegen. Helaas, die nederlaag kwam er wel en werd de club door de actualiteit verslagen. De ledenvergadering besloot in 1997 een punt achter de club te zetten. Alle pogingen tot de redding van de club waren tevergeefs geweest. RFC, een oer-Rotterdams voetbalinstituut, hield op te bestaan. Een club die de 100 jaar in het zicht van de haven niet haalde. Wij RFC'ers treuren niet, maar zingen steeds het hoogste lied. Zo luid dat ieder het horen. RFC gaat nooit verloren. RFC is nog steeds een naam in Rotterdam. Gelukkig hebben we de foto's nog, hoor je vaak. Voor RFC alleen nog de herinneringen, de mooie verhalen, de groen-wit-groene kleuren en dit filmpje.